geen diagnose. In een aantal gevallen moeten we besluiten dat we geen duidelijke oorzaak vinden voor de duizeligheid. U moet daar niet verbaasd over zijn. Voor een heleboel aandoeningen hebben we vaak geen oorzaak en het betekent in ieder geval dat allerlei belangrijke ernstige ziektes zijn uitgesloten. De huisarts stelt geen diagnose, in het geval van duizeligheid, bij 30-40% van de patiënten. Op onze polykliniek in het ziekenhuis moeten wij ook bij 10-15% van de patiënten zeggen dat we de oorzaak niet vinden. Maar nogmaals, ernstige dingen zijn dan uitgesloten. Toch kunnen klachten dan nog lang blijven en vaak is het waarschijnlijk wel zo dat dan toch psychische componenten een rol kunnen spelen. Het is belangrijk dat de huisarts u blijft vervolgen met de klacht duizeligheid zonder diagnose en dat u in overleg blijft met de huisarts om te zien wat er aan moet gebeuren.